als sporter, maar ook als persoon, om dus het beste uit jezelf te halen. Daarbij denk ik eigenlijk dat misschien flexibiliteit of aanpassingsvermogen van een persoon het allerbelangrijkste is. Ik denk dat er in iedereen's leven, dus in mijn leven, dat zag je net in het filmpje, maar ook in jullie leven en in iedereen die hier op elkaar loopt, er gebeuren altijd dingen die je niet wil. Of je moet gaan werken met een collega die je niet leuk vindt, of je wordt verplaatst in een ander team, of er gebeurt iets binnen je familie of binnen je relatie. Nou, er is altijd wel iets waardoor je eventueel van een padje zou kunnen raken. Dus aanpassingsvermogen is daarbij volgens mij key. Als je dat niet kan, of als je dat vergeet, of als je dat niet meer wil, dan wordt het heel erg lastig om te blijven functioneren waar je functioneert. Of dat je uiteindelijk niet kan komen waar je uiteindelijk zou willen komen.